Hey beautiful ladies, dankjewel dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Enterprise Me TV. En hoe is het met jouw challenge? Met mij dus gaat het behoorlijk lekker en ik hoop dat het met jou ook gewoon nog steeds goed gaat. Als je niet weet waar ik het over heb, kijk dan de video van 1 januari. Die zet ik even hier met een link in de beschrijving hieronder. En zoals gezegd ga ik je vertellen wat voor spannend ik in 2015 ga doen. Maar voordat ik daarmee begin, wil ik eerst beginnen met een schone lei en iets wat echt niet makkelijk is voor mij om te vertellen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik heb de afgelopen 6 maanden een burn-out gehad. Ik ben eindelijk zover dat ik er ook over in het openbaar kan praten. Maar ik hoop dat je begrijpt dat ik de afgelopen 6 maanden heel veel tijd en energie in mezelf heb gestoken. En met name ook in het beter worden. En dat ik daarom niet echt de behoefte voelde om dat direct op het internet te gooien. Ik wil dat deze video voornamelijk gaat over het goede nieuws wat ik je wil vertellen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat er misschien vragen zijn vanuit jullie die ik ook echt heel graag wil beantwoorden. En mijn voorstel is dat als je vragen hebt hierover, dat je die stelt in de comments van deze video. Dat ik die verzamel en dat ik daar een aparte Q&A video over maak. Als jullie daar behoefte aan hebben natuurlijk. En dan nu iets veel leukers, iets waar ik ook echt heel lang naar heb uitgekeken. Wat ga ik doen in 2015? Ik ga backpacken door Zuidoost-Azië. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om daar wat meer over te horen of over te zien. Want ik heb een mini Q&A voor je gemaakt. Waar ik me kan voorstellen dat er zeker ook al wat vragen daarover zijn. Dus laten we meteen beginnen. De eerste vraag die ik me kan voorstellen dat je hebt is: wat ga je met YouTube doen? Hello, video's blijven maken voor het geval je het nog niet door hebt. Ik ben zelfs video's blijven maken tijdens mijn burn-out omdat het iets is wat me echt zo gelukkig maakt en me zoveel energie geeft. Hell no dat ik dat op ga geven. Dus je krijgt gewoon elke week de standaard video. En misschien als het uitkomt dan komt daar ook een travel vlog bovenop. Wanneer ga je? Ik vertrek op 28 januari met een backpack en een one-way ticket naar Bali, Indonesië. Hoe lang ga je? Ik mik op minimaal 6 maanden. Maar als ik het niet leuk vind, geef ik mezelf ook alle vrijheid om na een week of na een maand alweer terug te komen. En als het zo uitkomt en ik vind het echt heel leuk, dan heb ik de mogelijkheid om ook een jaar weg te blijven. Met wie ga je? Ik ga alleen. Mijn vriend is geen backpacker en hij heeft een eigen bedrijf. Wat betekent dat hij al paniekaanvallen krijgt als we 10 dagen op vakantie gaan. We respecteren elkaar zo erg en we houden zoveel van elkaar dat we elkaar ook steunen op het moment dat de een een droom wil najagen die voor de ander dan misschien niet heel goed uitkomt. We gaan natuurlijk gewoon heel veel skypen en appen. Weet je, tegenwoordig is het gewoon zoveel makkelijker om met elkaar in contact te blijven. En hij komt me natuurlijk gewoon opzoeken. Vind je het niet eng om alleen op reis te gaan? Ja, doodeng. Maar dit is gelukkig niet de eerste keer dat ik alleen reis. Natuurlijk heb ik er ook heel veel over gelezen en heb ik genoeg vriendinnen die hebben gebackpackt. Mijn vriendinnetje Claudia, die heeft een website ook, backpackgek.nl. Ik zet die link wel even hieronder voor als er meer dames zijn die willen backpacken. Ik denk, weet je, met al die informatie en die ervaring, dat het allemaal wel goed moet gaan komen. Naar welke landen ga je precies? De route ligt een klein beetje vast, maar aan de andere kant ook niet. Want ik, ja, wat ik net al zei, ik geef mezelf gewoon de vrijheid om te doen wat ik wil. Dat is een van mijn goede voornemens van 2015. Ik begin 28 januari dan in Indonesië. Op 26 februari vlieg ik naar Taipei in Taiwan. Op 6 maart vlieg ik naar Zuid-Korea. Vanuit daar ga ik naar China toe. En in mei ben ik in Hongkong om mijn verjaardag met mijn broertje te vieren. Daarna vlieg ik door naar Thailand, Maleisië, Sri Lanka en ik eindig met 2 maanden in India. Hoe doe je dat met je werk? Ik werk op dit moment niet meer en ben dus helemaal vrij om te doen en laten wat ik wil. Waarom doe je dit? Omdat meer van de wereld zien altijd al mijn droom is geweest. En toen vriendinnetje Claudia in 2011 die stap echt ging zetten, toen ging voor mij ook de knop om. Ik wilde eigenlijk al in september 2014 gaan, maar daarvoor werd ik ziek. En dan word je eigenlijk ook best wel met je neus op de feiten gedrukt hoe bepalend je gezondheid is voor wat je wel niet allemaal kan doen in het leven. Ik pak nu dus mijn kans om in goede gezondheid mijn droom uit te laten komen. Dat was even een korte Q&A. Als je meer vragen hebt, net als voor de burn-out, stel ze vooral in de comments, want ook hierover wil ik best een Q&A video maken. Ik weet dat dit misschien niet een video is zoals je hem normaliter van me gewend bent, maar volgende week dan gaan we gewoon weer normaal verder en dan heb ik ook weer een primeur voor jullie, want de eerste workout video op Enterprise Me TV is een feit. Ik heb er zoveel zin in. Ik hoop jullie ook. Als je geabonneerd bent, ik zie je volgende week. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan nu. Want dan krijg je die update automatisch binnen. Voor nu wens ik je een hele fijne zaterdag. Geniet van je weekend. En ik zie je volgende week.